Urban Fox, een brasserie met een frisse blik op klassieke gerechten en ontspanning, is vrijdag geopend. Volgens eigenaar Martijn van der Hurk is de eetgelegenheid een uitstekende plek om er even te genieten. Het gevoel van jezelf kunnen zijn. Dat je je niet hoeft voor te doen als iemand anders. Je mag hier komen om te zijn wie je bent. Om te ervaren hoe het is dat anderen dat ook kunnen vinden. En uiteindelijk hoop ik daarmee een gevoel te ervaren dat het een verlengstuk van je leven kan worden. Of een huiskamer zogezegd. Waar je de sfeer kunt omarmen. Waar je gewoon prettig voelt. Om de opening te vieren werden familieleden van het personeel en kennissen uitgenodigd. Zij werden vermaakt met oesters en live muziek verzorgd door Jan Terlouw junior. Oesters klinkt niet bepaald toegankelijk, maar volgens Van der Hurk moet Urban Fox juist voor iedereen zijn. Urban Fox is een stadsmensen brasserie, als ik het zo moet uitleggen. Urban Fox ontstaan uit eigenlijk het ode aan weer de mens geven. Dus het koken vanuit een Parijse filosofie. De brasserie die ooit ontstaan is in Parijs. Eten is voor iedereen. En dat vind ik een supergoed motto. En daarbij wil ik een ode geven aan weer een mens. Door herkenbaar koken. Door duurzaamheid in producten. En eigenlijk een beetje stoppen met alle opsmuk eromheen. Het moet goed zijn. Het moet betaalbaar zijn. Voornamelijk heel smakelijk. Dat is wat Urban Fox in de kern mag zijn. Uiteindelijk wil Van der Hurk dat alle gasten met een opgelucht gevoel naar huis toe gaan. Ik denk dat het belangrijk is dat als mensen hier gegeten hebben, dat het eigenlijk vanzelfsprekend is dat je opgelucht adem kunt halen. Dus dat je het effect van ons, we hebben heel goed over het concept nagedacht en hoe we bepaalde dingen willen inrichten, hoe we een sfeer willen weergeven, welke producten we tegen welke prijs aanbieden. En als dat allemaal klopt, dan hoop ik dat het doel is dat als gasten naar huis gaan, dat zij in staat zijn om weer adem te halen. En het is niet dat ze geen adem konden halen als ze binnenkwamen, maar dat je naar buiten gaat denken van, oh, dat was lekker. Dat was een relaxed gevoel. Dat vind ik prettig.